Het treintje en de kiepkarren verzorgden het kleitransport van de kleiputten en van de kleibulten naar de fabriek. Daar werd de klei werd in de fabriek gestort en daar werden dan na een aantal processen werd daar bakstenen van gemaakt. In samenwerking met de gemeente Druten en Patrick van Zwam van Getex heeft de stichting Kleigoed Maas en Waal ervoor gezorgd dat de locomotief nu te zien is tegenover het oude bondsgebouw. Deze plek hebben we gekozen omdat het enerzijds tegenover het bondsgebouw staat en de anderzijds in een toeristische route ligt van Druten. Het wordt ook aangegeven vanaf de Veerdam naar hiertoe, naar het bondsgebouw. En dan is het een mooie blikvanger voor de toeristen om ook bij ons binnen te komen. Naast de locomotief is er nog meer te zien in het oude bondsgebouw. In het bondsgebouw hebben we een tentoonstelling van de grofkeramische industrie, zoals die is geweest destijds in het land van Maas en Waal. Dit was een hele voorname tak van de industrie in het land van Maas en Waal. Helaas, door saneringen en dergelijke, zijn er praktisch geen steenfabrieken meer over in het land van Maas en Waal. En wij doen dus de tentoonstelling met al de facetten van de industrie. De trein is behandeld met een speciale coating, zodat het niet verder zal roesten en hufterbestendig is. Ze zijn nog hard aan het werk, want... Onder het treintje komt nog een grind, wordt daar gespreid. Daarnaast wordt de beplanting gedaan van bodembedekkers. En er komt nog een mooi sierhek omheen te staan met uitleg. De stichting Maas en Waal opent op 20 oktober haar deuren. Iedereen die een kijkje wil nemen is dat weekend welkom. Zaterdag en zondag 20 en 21 oktober houden wij hier een open dag. Dus iedereen is welkom. En wij houden dan een tentoonstelling met de aanzichtkaarten van Oud-Druten. Iedereen is welkom.